Ja, betere omstandigheden kunnen we niet hebben, ja. Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier op de 9e editie van het Prinsenhaagse kampioenschap eierenwerpen. Het is al behoorlijk druk, het zonnetje schijnt en de organisator is ervan overtuigd dat dit de beste editie ooit gaat worden. Dus dat komt zeker goed. Kijk lekker mee. Gewoon een ideetje. Ooit een keer gelezen ergens en dachten, dat kunnen we zelf ook gaan organiseren. Dus wel een mooie traditie geworden inmiddels, ja. Wordt dit jaar de beste editie, verwacht je? Ja, natuurlijk, moet je zien het weer. Ja, betere omstandigheden kunnen we niet hebben, ja. Ja. Hoe blij zijn jullie? Heel blij. Heel blij. Eerste jaar met een prijs. En hoe vind je het hier vandaag? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben hier voor het eerst. Ben je hier voor het eerst? En ben je niet een beetje bang dat je straks iets minder schoon thuis komt dan dat je nu bent? Nou, ik heb liever een eitje bij het ontbijt. Dus laten we daarop houden. En een mooie medaille, laten we zien. Ja. Van Suzanne Haas. En de eerste van de afvallers, ook een prijs waard. Ja, precies, daarom. En in ieder geval een hele mooie creativiteitsprijs misschien nog, hè? Ook nog wel. Nou, de outfit is in ieder geval geslaagd. En jullie hebben een medaille, dus een geslaagde dag, denk ik. Denk het wel, top. Vandaag was belangrijk voor ons. We zijn trainingskamp naar IJsland geweest. En dus dan al wel een deceptie dat we zo uitgeschakeld zijn. Ja, precies. Hoe ver waren jullie nou gekomen? We zijn op 21 meter gekomen. En in de trainingen ging het allemaal goed. En tot 48 meter. Maar ja, dat is toch de wedstrijddruk, denk ik. Die dan... Ja, precies. Want je had toch wel verwacht de finale uiteindelijk in ieder geval te bereiken. Ja, minimaal. Ja. We hadden hem eigenlijk al in het kantoor hadden we hem al op de muur geschreven van de winnaar. Plek gemaakt voor de beker. Ja, absoluut, ja. Wie houdt het je ervan om volgend jaar mee te doen? Ja, nee, wij zijn er volgend jaar weer bij. Ja. En waar gaat het trainingskamp dan naartoe? Ik denk naar Eindhoven. Eindhoven. Ja. Dat is toch wel iets in de buurt. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.